Dag kijkers van TIDW, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Mijn camera die staat een klein beetje scheef, dus gaan we een klein beetje aanpassen. Zo, als het goed is ben ik nu weer lekker in beeld. Heerlijk, we gaan tegen dit team. We gaan tegen Gerrit, de potvis. En daar gaan we keihard de tweede wedstrijd doen in onze seizoenen tegen jullie. Hartstikke leuk. Gerrit, zeg eens even hoi. Hallo. Oh nee, het is Wouter, maar hij heet Gerrit de potvis. Ja, dus ik noem hem Gerrit. Gekke Gerrit. Ja. Hey, gekke Gerrit. Gerrit Gaatje. Oké, okay, heb je er zin in? Ja, helemaal. Vertel eens een klein beetje wat over jezelf voordat we beginnen. Ik ben Wouter, oftewel Gerrit de Potvis. Ik woon in het dichtbij Amersfoort. Ik ben 11 jaar. En ik speel nog niet zo heel lang FIFA, maar ik zou er wat moois proberen van te maken. Nou, hij gaat jullie vertegenwoordigen. Ik ga mezelf vertegenwoordigen en ik ga gewoon keihard deze bal net niet pakken. Dat is wel jammer. Nou, let's go en kijken of je iedereen trots kan maken. Oh. Okay, ah. Zo. Vorige keer had ik 1-1 gespeeld, of in ieder geval 4-4, laat ik het zo zeggen, in doelpunten. Maar dat betekent dus dat we allebei een punt hebben. Dus dat betekent dat jullie een punt hebben, ik heb een punt. Terwijl ik hier de bal verneuk. In totaal moeten we dus 10 punten krijgen om het seizoen te winnen. Kijken wie dat eerste heeft. Zijn jullie dat of ben ik dat? Dus dat is hartstikke leuk om te zien natuurlijk. 1-1. Kijken of dat zo blijft, of het 2-2 wordt, of dat het misschien jullie of ik op voorsprong. Nou, je weet hoe de regels altijd zijn. En oh, oh, oh. En in de tussendoor en oh, oh, nee, nee, nee. Jammer. Wil jij jullie ras vertegenwoordigen, dan moet je dat eventjes laten weten onder deze video. Zet het hier in de comments en volg mij op Twitter. www.twitter.com/... lekker op de lat. Top. Ja. Twitter, @DutchWarrior7. Volg me daarop, zie je gewoon wanneer ik beschikbaar ben en wanneer ik ga opnemen. Hartstikke leuk! Zie je het? Zo, bal even bij je. Huppa, huppa. Die daar. En dan even een harde paas. Als die Sanchez door is, dan... Ja, zo is dit. Oh, en dan heeft hij hem daar. Nee. En doelpuntje. Oh, dat is een mooi doelpuntje van La Di Maria. Angel Di Maria. Oké, goal. Lekker. De vorige keer stond ik 4-1 voor, hè? Toen heb ik 4-4 gespeeld. Dat dus alles is mogelijk. Ik weet het nooit met voetbal. Ah, sorry. Hij doet het gewoon, hij doet het gewoon. Niet zo mooi, maar ja. Doelpunt is een doelpunt. Ja, dat is zo. Laag in het hoekje. Laag in het hoekje, zeg je, hé? Hey, laag in het hoekje. Laag in het hoekje. Nee, dankjewel. Oh shit, shit. En oh wow! Andanovic! Nee, oh man! Upgraded Andanovic, Sean! Matic! Nee, niet Sanchez. Ja, die gaat erin. Nee! Ah, hoe kan je die missen? Ja, hoe kan je die missen? Aguero! In vorm, TVS! Ja? Doe maar ruig! Maar hij speelt niet zo heel lekker. Vindunga... Dat getik en dan... Ja. Ik vind Doumbia fijne spelen. Ja, meer pace, hè? Ja. It's all about the pace, about the pace. Waar gaat het ook om? Tja, jongen. Ik moet die ene maken, jongens. Dit is wel echt dramatisch. Ja, nee, op jou! Hoezo op jou? Precies op dat plek, op dat moment sta ik daar. Oh, het is ook echt, Nee, beetje een zwalbe. Kom op, oké. Hij gaat er wel komen, Nee. Ja, op Sanchez en die gaat erin. Die telt, maar ja. Nou, dat was echt een randje, maar hij zit erin. Hij zit er gewoon in. Bam! Randje. Boom. En eraf maken. Eindelijk. Huppa. 2-1. This is how we do it. Dat dan... Zou die erin gegaan zijn? Maar...
Ja, gewoon lekker gewoon op de spelen. Oh, kut. Bam! Nee! Bam! Zo, Victory Babo. Oh mijn god. Met een op... Uh-oh, op je mel. Oké, dit is een vrije trap op een hele gunstige plek. Ik ga lekker op de lijn staan hoor. Ik ga echt niet verliezen. Ik wil echt niet verliezen. Di Maria of Aguero? Doe maar Courtois. Doe maar Courtois. Snel, snel, op de lijn, jongen. Switch, switch, switch. Ik doe het wel met Sanchez, want die vind je zo leuk. Nee. Ga dan niet naast het goal. Op de lat! Op de lat! Ga dan naast het goal staan. Op de lat. Dat ben je niet. Die hebben allebei een vrije trap gehad en die zaten bijna erin. Ik op de lat en Oké. Oh mijn god. Nee. Oké, die gaat... Nee! Hoe kan dat, joh? Dit ben je niet. Oh mijn god, dit is gewoon winnen, Gio. Kom op. Nee, oké. Nee, weg. Goed zo. Weg. Oké. Nog een corner. Kom op, Gio. Score die corner. Ja, voor mij. Nee, niet schieten. Nee! Nee! Oh mijn god! Hoe kan je dit gelijk spelen? Ja, ik ga er ook nog die schoot op goal kijken, want het klopt niet helemaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even een like achter. Het staat dus nu 2-2. Twee keer gelijk gespeeld, wauw. 2-2 en 4-4. Dus dat betekent dat het 6-6 staat in goals. Top. Dus twee puntjes. Kijken of de volgende keer jij misschien wel mij kan verslaan. Hoi. Of ik eindelijk een keertje jullie. Dat kan trouwens ook. Twee puntjes die ik eigenlijk wel binnen had kunnen slepen. Maar maakt niet uit. 2-2. Like achterlaten. Je hoort het wat gekke Gerrit zegt. En abonneren. Ook wat gekke Gerrit zegt. Nog iets? Veel plezier nog. Ja, wat gekke Gerrit zegt. Op het kanaal. Ja. Wat gekke Gerrit zegt.